In Schijndel ging vanmorgen op donderdag het walking voetbal van start. In slecht weer, maar het enthousiasme bij de deelnemers, dat is er niet minder om. Dus we gaan eens kijken eerst naar de warming-up, want de aftrap die gebeurt later. Die warming-up stond onder leiding van hoofdcoach Mink Versluis. Geen looppas of sprintje, maar rustig naar de overkant van het veld wandelen en allerlei coördinatieoefeningen doen. En dat werd nauwlettend gevolgd door enkele supporters. Ja, u heeft die man op beeld in elk geval. Ja, hij is niet zo snel dat hij eruit loopt. Wat vindt u ervan dat hij meedoet? Ja, geweldig. Ik heb geprobeerd hem enthousiast te maken, want hij stond niet te juichen. Maar ik vond het gewoon best wel verstandig dat hij iets meer ging doen dan alleen wandelen wat hij iedere dag doet. Dus een beetje beweging en op een rustige manier. Lijkt me prima als je 80 bent. Johan, dankzij uw vrouw aan het sporten. Dat klopt. Want alleen wandelen, dat is niet genoeg, vond ze. Onvoldoende, vind ik. Ja, dat klopt. En wat vindt u er nou van? Ik kan er nog niks van zeggen. Ik vind dit tot nu toe, eerste kwartiertje, half uur, aardig. Is toch iets om door te blijven gaan? Zeker, zeker. Alleen met jammer van het weer. Ja, nou ja, moet je maar nemen. Hè. Ja, een echte voetballer kijkt daar niet naar. Hè? Nee, precies. Ook Mink Versluis hield de mannen aan het werk. Hij is voor deze trainingen speciaal opgeleid. Ja, we zijn 2 dagen bij de KNVB geweest, bij de Baronie in Breda. En daar hebben we een cursus gehad, bewegen voor ouderen. Dus hoe we daarmee om moeten gaan. Bestaat er vanuit de KNVB veel belangstelling voor dergelijke cursussen? Ze willen het eigenlijk in heel Nederland op de kaart gaan zetten. Het All Stars Walking Voetbal. Omdat er komen steeds meer ouderen. Nederland begint te vergrijzen. En we moeten de mensen toch in beweging zien te houden. Dat is heel belangrijk. En dan 14 deelnemers hier vandaag. Valt dat mee? Ja, het is mij 100% meegevallen. Ik had er een hard hoofd in. Maar ik ben heel tevreden. Tevreden is ook Kobi van der Pas. De wethouder kwam naar Schijndel om de aftrap te doen. Wat haar betreft beginnen alle voetbalclubs in Meijerijstad met walking voetbal. Ik vind het een prachtig initiatief hier bij Avanti. En ik denk dat het de moeite waard is om dit initiatief verder uit te rollen, zal ik dan maar zeggen. Misschien wel letterlijk via die voetbal, naar richting heel Meijerijstad. En ik gaf de suggestie al mee aan de initiatiefnemers hier van neem contact op met de sportraad Meijerijstad. Ik ben heel blij dat die er is sinds kort. Om met hen samen te bespreken hoe je walking voetbal Meijerijstad breed kunt wegzetten. Ik zou dat zeer op prijs stellen. Want het moet gewoon groter worden. Ik vind dat het groter moet worden. Want iedereen kan meedoen in Meijerijstad. In wat voor sport dan ook. En op wat voor leeftijd dan ook.